Zoals u ziet staat de auto er netjes klaar voor. Ik maak nog even een video. Dan kunnen we wat dat betreft de auto goed uitleggen. En hoeven we ook niet met elkaar in de auto te zitten. Dat is wat dat betreft coronaproof. Dus laten we maar gelijk van start gaan. Nou, aan deze kant bevinden zich dan natuurlijk de elektrische ramen en de elektrische spiegelbediening. Linker spiegel, rechter spiegel. Joystickje natuurlijk om het mee te verstellen. Ruiten voor, ruiten achter. En natuurlijk inderdaad het op slot zetten van de ruiten. Als de achter bijvoorbeeld inderdaad met de ruiten wordt gespeeld. Hoogteverstelling van de stoel, die zit aan deze kant. Het is gewoon kwestie van oppompen of naar beneden pompen om hem hoger of lager te stellen. Dus dat werkt wat dat betreft ook prima. Het smeerkaartje voor wanneer de auto weer voor service moet. Koplamphoogteinstelling, die zit dan aan deze kant. Nou, de auto is voorzien van automatische verlichting. Hij staat nu ook gewoon op auto en dan zal hij ook gelijk aangaan op het moment dat we de auto starten. Op het moment dat ik dan inderdaad de knop indruk, de koppeling intrap, dan gaat hij vanzelf aan. Kijk, nu staat hij ook gewoon aan, kan ik inderdaad zien. Het is hier donker genoeg, dus die schemersensor zegt gelijk dat het mag, zo gezegd. Nou, dan hebben we nog inderdaad mist achterlicht, kunnen we natuurlijk nog regelen, aanzetten en uitzetten. Dus gewoon even naar beneden draaien om hem erop te zetten en ook weer naar beneden draaien om hem eraf te halen. De cruise control, die zit dan op het stuurwiel. En de bedieningsknop zit in de middenconsole. En als ik die dan inderdaad naar beneden druk, dan staat hij nu op de cruise control en naar de andere kant op de snelheidsbegrenzing. Maar met de snelheidsbegrenzing kan ik het makkelijker laten zien wat er eigenlijk gebeurt. Dus we willen hem erop zetten. Nou, we zetten even plusje omhoog. Nou, dan gaat daar natuurlijk inderdaad 30 km per uur begrensd. Dus ook het oranje lampje is het, een groen lampje is het voor de cruise control. En op het moment dat we met plus nu omhoog gaan, gaan we de snelheid verhogen. En dan kan je echt per kilometer hem verhogen of verlagen. Als we natuurlijk naar min gaan, kunnen we hem natuurlijk inderdaad verlagen. Op het moment dat we hem zo hebben ingesteld, zal de auto niet harder gaan dan 40 km per uur. En op het moment dat we gewoon gaan schakelen, remmen, dat kan allemaal. Alleen hij gaat niet harder dan 40. Willen we hem er kortstondig vanaf hebben, geen probleem. Drukken we even het nulletje in. Dan staat hij grijs en dat betekent dat hij wel nog op de achtergrond aanwezig is, maar dat hij niet meer geselecteerd is. Druk ik dan weer het R'tje in van reset, dan komt hij ook gewoon weer wit terug. En dan staat hij er dus inderdaad ook gewoon op. Dus wat dat betreft is dat dan de manier om hem erop of eraf te hebben. En dat geldt voor de cruise control exact hetzelfde. Alleen kan ik dat niet laten zien, want dan moeten we inderdaad rijden. Om dat te doen, omdat hij natuurlijk een constante snelheid heeft dan. En met stilstaand kan dat niet. Wil hem weer uitzetten, geen probleem. Gewoon die schakelaar gewoon in het midden zetten. En dan is die ook weer gedeselecteerd. Dus wat dat betreft helemaal voor elkaar. Nou, verder dan aan de andere kant de spraakfunctie. Op- en afbreken van een telefoongesprek. Het menuknopje en natuurlijk inderdaad scrollen door het menu en akkoord. Dus we kunnen op die manier inderdaad gewoon bijvoorbeeld allerlei menu's oproepen en op die manier kunnen we dat dan inderdaad ook gewoon verder inderdaad regelen. Hierachter zit dan nog een unit voor de radio, harder, zachter, telefoon opnemen, afbreken, source, audio, mode, dat kunnen we allemaal regelen. Ruitenwisser is ook automatisch, dus één stand naar beneden staat hij er gewoon standaard op. Gaat het regenen, gaat hij aan. Willen we hem nou toch bijregelen, ook geen probleem. Dan kunnen we gewoon inderdaad iets groter druppeltje pakken. En dan gaat hij ook gewoon harder wissen. Nou, nu is het natuurlijk hier binnen droog, dus wat dat betreft gaat hij dan ook gelijk uit. Dus dat maakt het wat dat betreft wel handig. Nou, dan heb ik hier natuurlijk inderdaad frequentie van de radio en natuurlijk inderdaad de navigatie. Als ik op de navigatie druk, wordt die ook gewoon groot. En kunnen we natuurlijk ook inderdaad navigeren naar. Dus dat is wat dat betreft eigenlijk gewoon een invuloefeningetje. Is redelijk makkelijk te doen. Nou, zet ik hem in de achteruit. Dan gaat ook de achter parkeersensoren werken. En de parkeersensoren regelen dan natuurlijk inderdaad ook visueel. Dus als ik naar achter ga rijden en ik zou inderdaad richting de muur gaan, dan wordt hij natuurlijk van groen naar geel, naar oranje en rood. En bij rood moeten we natuurlijk echt gewoon stoppen. En natuurlijk ook gewoon met de audio zelf. Dus wat dat betreft werkt dat verder inderdaad prima. Nou, daar hebben we natuurlijk nog de climate control. Er zijn links en rechts dan twee knoppen waar we kunnen draaien. Hier in het display kunnen we dan ook zien wat hij doet. Dus we kunnen bijvoorbeeld zeggen inderdaad
20 graden, kan ik met de andere kant ook. Dus kan ik gescheiden kan ik die instellen. Dus kan ik inderdaad zeggen, nou, die wil ik bijvoorbeeld op 21 graden hebben. En willen we hem natuurlijk inderdaad gewoon hebben zonder zone, dan kan ik die ook indrukken. En dan schiet hij ook weer terug naar de bestuurderskant, zeg maar. Die, als we alleen rijden, dan hoeven we de andere kant natuurlijk niet in graden anders te hebben. Dus dan zetten we hem gewoon terug uit zone en dan is die geregeld. Draai ik nou aan die knop, komt hij ook weer in zone terug, dat hij hem inderdaad gewoon verstelt. Dan hebben we nog een soft en fast knop. Willen we een snellere ventilatie, kan ik dus gewoon de fast indrukken, dan gaat hij sneller. Druk ik soft in, gaat hij ook langzamer. Auto is natuurlijk de stand waarin we het gewoon automatisch laten regelen, hoeven we er eigenlijk niks voor te doen. Dus dat is wat dat betreft het makkelijkste. We kunnen zelf nog bepalen eventueel waar we de verwarming en ventilatie willen hebben. Dat doen we dan inderdaad hieronder. Daaronder zitten nog de eco-knop en het start-stop systeem uitschakelen. In principe zeggen we start-stop systeem hoeven we niet uit te schakelen. Want als we het niet willen dat die uitgaat, houden we gewoon de koppeling ingedrukt en gaat die ook niet uit. Dus wat dat betreft hoeven we die knop eigenlijk helemaal niet te gebruiken. En ja, dat is eigenlijk net zo makkelijk. Dus wat dat betreft is dat dan ook geen probleem. Dan hebben we hier nog de automatische handrem. Dat is natuurlijk een handrem dat op het moment dat we hem uitzetten de auto, dat hij er ook gewoon op gaat. Nou, duwen naar beneden, dan halen we hem eraf. Trekken omhoog, gaat hij erop. En op het moment dat we gewoon wegrijden, dan gaat hij er ook vanzelf vanaf. Dus we hoeven hem eigenlijk ook niet vanaf te halen. Dus zodra we gewoon wegrijden, dan zal hij dat ook gewoon doen. Dus in die zin is dat dan ook geen verder probleem in ieder geval. Nou, ik denk dat ik zo op zich het meeste heb uitgelegd. Zijn er toch vragen, dan horen ze die natuurlijk inderdaad heel graag. En anders zou ik alvast zeggen, hele fijne, veilige kilometers toegewenst. En tot straks bij de aflevering.